Eerst maar eens naar die tweede gele kaart waarop jij rood kreeg en weg moest. Al vrij vroeg, na de fraaie 1-0 overigens. Was je op de hoogte van de regels? Ja, ik heb het ooit wel eens gehoord. Maar ja, na zo'n goal ja, reageer je uit emotie. En dan doe je zoiets. Ja, want je trekt je shirt niet uit, doet wel je shirt over je hoofd. En dat betekent geel volgens de reglementen. Je zegt ik wist het. Waarom doe je het dan? Dat is toch oliedom? Ja, je denkt dan gewoon niet na. Helemaal niet. Ja. Als het zo lekker gaat en dan komen we op voorsprong. En dan doe je wel eens domme dingen. Die eerste gele kaart, die overtreding, ik heb hem net teruggezien, was misschien nog wel dommer. Je ging er wel heel hard in. Ja, ik ging er hard in. Dus, terecht, gele kaart. Waarom doe je zoiets? Ja, waarom doe ik zoiets? Ik wil de bal gewoon houden. En ik word zelf daarvoor aangetikt, dus dan ben je iets feller. Want er was toch geen enkele reden voor frustratie? Jullie begonnen fel, sterk. Roda had niets te vertellen in het begin. Ja, maar dat was het ook. We waren agressief en in de goede zin van het woord. Heb je zojuist iets gezegd tegen de spelers? Ja, toen het stil viel, ja, heb ik natuurlijk gezegd dat ik hoop dat ze het over de streep kunnen trekken. En dat het, ondanks dat het vroeg is, dat ze het voor me moeten opvangen.